Hoi, ik ben Nico van Eerden, ik ben 47. Ik werk voor Gildebar. Gildebar onderhoudt natuur- en kunstgrasvelden in de gemeente Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal. Totaal zo'n 70 velden. Ik doe dat met 22 gepassioneerde collega's. Het onderhoud is iets anders dan anders. We hebben eigenlijk gedurende de hele periode gewoon wel ons normale onderhoud gedaan. Ook met in ons achterhoofd van er komt een moment dat de velden wel weer losgaan en dat we volle bak kunnen gaan voetballen. Dus, en dan moet het er ook op orde bij liggen. En dat gaf ons juist in deze tijd soms ook iets meer ruimte, zeg maar, om bepaalde dingen te doen die we anders niet hadden kunnen doen. Ja, goed, vanzelfsprekend vinden de meeste overleggen plaats na werktijd, zeg maar. Normaal gaan wij weg aan het eind van de dag. Op het moment dat wij weggaan, komen de eerste gebruikers. Dus je spreekt elkaar vaak maar heel kort. Dus overleggen zijn altijd 's avonds. Ja, dat is niet zo'n probleem. Ook in het weekend als er problemen zijn. Ik bedoel, ik ben wel bereikbaar. En als ik er niet ben, dan een van mijn collega's wel. Maar we komen er altijd prima uit met elkaar. Ja, robots. Op dit moment werken wij nog niet met maaierobots. Mijn grootste minpunt was altijd nog, zeg maar, dat die dingen kriskras over een veld heen reden. Ik vond dat er niet uitzien. Ik weet ook dat er tegenwoordig robots zijn die dat niet meer doen. En ik ben ook zeker geïnteresseerd hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Ik wil graag met kooimaaiers blijven maaien. Dus het liefst die gecombineerd met een robot, zeg maar. En we worden natuurlijk nu geholpen door de onkruidrobot van Violette. Ja, sinds een paar jaar zijn we als Gildebar werken wij chemievrij. Uitgangspunt was destijds de Green Deal. Op basis daarvan heb ik onder andere van een grote opdrachtgever in Hengelo, van de gemeente, extra krediet gekregen om chemievrij te werken. Dat doen we nu en dat bevalt eigenlijk hartstikke goed. We hebben verschillende hulpmiddelen. We werken nu met duurzamere meststoffen. We strooien de meststoffen specifieker en we worden geholpen onder andere door de Violette onkruidrobot. Die ons toch helpt met alle extra mechanische maatregelen, zeg maar, de rare dingen uit het veld te verwijderen. Ja, wie moet er winnen? Ja, lijkt me gewoon heel moeilijk. Ik zie het als een spotter van het jaarverkiezing. Ga maar eens een zwemmer vergelijken met een voetballer. Dat blijft moeilijk. Ik denk dat alle finalisten recht hebben op de eerste plaats. Ik denk dat de jury mans genoeg is, zeg maar, om de beste field manager voor 2021 eruit te pikken. En ik hoop natuurlijk dat ik dat ben.